Robert, we kennen jou van Stukken, van de Cornuiten en nu bij de Biest aan de Enschedestraat. Hoe ben je zo terechtgekomen hier? Ja, verwarrend hè. De Grols heeft ons destijds benaderd of wij interesse hadden in de Biester, in het pand. En aan de WS niet, maar zo'n balletje wil gaan rollen zeg maar. En uiteindelijk staan we hier. Ja, huur je het pand van de Grols of heeft hij het verkocht aan jullie? We hebben goede contact met de Grols en de onderhandelingen zijn heel prettig verlopen. En uiteindelijk hebben ze zover gekregen zeg maar, dat ze het pand van de hand hebben gedaan. Dus de Grols heeft het pand verkocht. Ja. De bloedstroom waar hij gaan kan, die gaat weer lekker achter de bar staan. Wanneer ga je geopend? Ja, mooi hè. 28 oktober. Vrijdag 28 oktober zeg maar, gaan we voor de eerste keer los. En dan is middags om 3 uur zo geopend. Ga je 6 dagen in de week weer achter de bar staan? Nee. We gaan 1 keer in de 14 dagen gaan open voor publiek. En dan doen we de vrijdagmiddagborrel, de Vrij Mibo, gaan om 3 uur open. En dan ja, lange uitloop de avond er ook bij. Je hebt mensen die komen om 3 uur, die gaan later weg, eerder weg. Ja, bedoel, gewoon een mooie vrijdag van mij. Ja, je had al iets gepost op Facebook, zag ik zelf ook voorbij komen en dat is flink gedeeld. Ik zag iets van 170 tot 174 keer. Ja, dat is vaak gedeeld, ja. Ja, dat is wel, wel interesse en dat is wel mooi. Dat is, dus mensen hebben wel behoefte aan een gezellig café? Ja, dat lijkt wel op, ja. Nee, maar het is gewoon mooi. De meeste mensen weten al wel en dat is inderdaad vaak gedeeld. We gaan het zien. Ja, is de buurt ook een beetje ingelicht? Want daar stond een stuk in de krant. Ja, de buurt stond niet echt te springen dat het café weer open ging. Ja, je moet niet de hele buurt over één kam heen scheren uiteraard. Maar het in de krant staat is het waar. Dus dat klopt. Er zijn een aantal mensen die een bezwaar aangetekend zeg maar, tegen de gang van zaken hier. Aan de ene kant is dat jammer. We zijn er niet eens begonnen en er zijn al bezwaren. Aan de andere kant, ja, nou, ik snap ze ook wel als ik denk dat het een of ander groot feestcafé wordt. Nou, dat wordt het dus absoluut niet. Dus het kwam niet helemaal als een verrassing natuurlijk. We kennen de geschiedenis van de Biester en er zullen wel bezwaren komen. Wij denken dat het allemaal goed uitpakt, dat het allemaal meevalt. Ja, je hebt de oude naam weer opgepakt, het is een tijdje dicht geweest. Moest je nog veel doen om het een beetje weer in mooie stemming te krijgen, om het open te krijgen? Ja, Bianca heeft alles geschilderd hier. Bij de demontage kwam een beetje de oude kleur weer terug van vroeger, zeg maar. En daar zo kort bij gaan zitten. Dus Bianca heeft de wanden allemaal geschilderd en alles weer in mooie bruine kroeg gemaakt. Plafond hoog gedaan, vloer al eruit gehaald, gewoon helemaal alles opgefrist. De bar hebben weer nieuws in de lak gezet en buiten nou de plantjes, de tuintjes, markiesjes, gewoon helemaal rond geweest. Ja. Ja, jij achter de bar en jouw Bianca in de keuken? Bianca staat in de keuken, ja, maar ook wel achter de bar. Het is niet zo dat we de catering weer oppakken en het is geen eetcafé, dat niet. Maar we hebben wel gewoon de kaart, kleine balletjes, gakballetjes, bittergarnituur. Dus ik heb mijn speer even rond, mooi om te kijken hoe dat loopt. Maar in ieder geval de keuken wel weer operationeel, zeg maar. Is dit tijdelijk of is dit voor een langere periode? Nee, dit gaan we wel voor een langere periode doen, ja. We hebben er wel veel vertrouwen in. We gewoon om de 14 dagen en dat lijkt ons heel gezellig en dat is ook mooi. Uit elke vrijdag doet ze, maar dan denk ik dat je jus ervan afhaalt. En los daarvan zeg maar, kunnen mensen hier de kroeg afhuren zeg maar, voor een feestje. Gewoon 40, 50, 25, zeg het maar. En dan gewoon in de bruine kroegsfeer. Geen DJ's, geen bands, maar gewoon een leuk niveau, zeg maar. Gewoon echt een bruine kroegsfeer. En dat is ook een reden zeg maar, dat we ook de zaal er niet bij aantrekken. Waar vroeger Boyat stond, zeg maar, dat stuk heel erbij aan. En dat is het. Dat is gewoon de bruine kroeg. Ja, en dan in Haaksbergen gaan er verhalen rond van dat iets van appartementen. Klopt dat nog iets van? Dat je ooit nog appartementen van dit gebouw wil maken? Ja, vooral gaan er altijd. Ik bedoel, uiteraard kijken we ook in de toekomst en wat er mogelijk is. Maar er is op heden nog geen sprake van. Maar je moet altijd een plan B hebben. Dat is feit. Ja, je gaat eerst lekker bezig met de kroeg. Het is gewoon mooi, het is gewoon een mooie bruine kroeg en die vrijdagmiddagborrel daar heel vertrouwen in, dat moet gezellig worden. En zoals de eerste paar keer zat ontzettend aangelopen weer, omdat het heel vaak gedeeld is, er is wel behoefte aan. Maar we hebben een bepaalde capaciteit zeg maar, en dat vol is, zeg maar, dan is het vol. We hebben vriendje Boomkamp aan de deur staan zeg maar, en die kent ook de meesten en dat gaat goed verloop. En je hebt mensen die om 3 uur komen, die om 7 uur weer weggaan. Er zal een beetje verloop in zitten, maar goed. Het is niet de eerste keer dat we een feestje organiseren, dus dat komt wel goed. Maar we hebben wel gewoon gezellig en we stampen hem niet helemaal vol. Dat is ook niet leuk voor de buurt en ook voor de sfeer ook niet goed. Maar gewoon gezellig weer en vol is vol. Als mensen meer informatie aan openingstijden, want ik kan me voorstellen dat mensen dat graag willen weten. Waar kunnen ze dan terecht? Het is ook heel simpel. Om de 14 dagen, om 3 uur 's middags gaan we open op de vrijdag. Dat is that's it. En nogmaals, voor de rest kunnen mensen afspraak maken voor een feestje, hoe ze met me willen. En dat is het wel. Het is echt openingstijden, nee, dat hebben we niet. Wie ze met de voetbal zo gaan wat doen, we allemaal alleen maar afwachten, zeg maar. Gewoon blij dat we nou zo zijn, zo het nou hebben.
En we gaan het vrijdag gaan we het zien hoe het loopt. Ik denk dat het super gezellig wordt. En dan hoop ik dat om de 14 dagen dat het ook super gezellig blijft. Dat is onze insteek. Kijk, en voor de rest, ja, broer, gaan we zien hoe het loopt. We zijn gewoon allebei werkzaam in de bouw. En ja, het is echt gewoon leuk. Ik wil niet zeggen dat het helemaal een hobbyproject is, maar het is wel heel leuk om te doen. Ja. Nou, ik wens je veel succes. Nou, dankjewel, gaat goed komen.